Safira Spong is zaterdagavond winnaar geworden van Suripop 19. Haar winnende compositie, Yukor Miati, werd op voortreffelijke wijze gebracht door Benjamin Faya, de artiestennaam van Roger Pinas. Naast de Jules Chinafung trofee kregen componisten en vertolker ook een uitnodiging en vliegtickets van Stichting Brassade Rotterdam om het winnend lied te presenteren in Ahoy tijdens het Brassa Festival. De uitnodiging is bedoeld om Suripop ook in het buitenland te promoten. Op de tweede plaats eindigde Carla Lamsberg met haar compositie Parwa Busitori. Rashidi Sanchez bracht het lied blootsvoets in een opvallende door de Parwa Busi geïnspireerde jurk. Op de derde plaats van het Componistenfestival eindigde Judith Lochem met haar compositie Nofergiti, vertolkt door Cheryl Reiger en Henk Waarde. Alle drie winnaars zijn vrouwen en hebben voor het eerst meegedaan. Winnend componist Spong won ook een prijs voor de beste videoclip van Yukor Miati. De clip is geproduceerd door Valentino Sushen. De verrassing van de avond was zeker voor de Stichting ter Bevordering van de Kunst en Cultuur in Suriname. Minister Steven Reliefeld overhandigde voor aanvang van de show een toewijzingsbeschikking voor een stuk terrein aan voorzitter Frank Cameron. Suripop, de organisatie. Die kreeg van de regering een stuk terrein groot, 14.000 vierkante meter. Dat is 1,4 hectare en het is gelegen in Paramaribo. Voorzitter, mag ik het zo aan u overhandigen? Het is een toewijzingsbeschikking, dus de overheid heeft invulling gegeven aan de belofte. Gefeliciteerd. Dank u wel. En heel veel succes. Alsjeblieft. Ik ga het gelijk openmaken. Deze minister had zijn rust niet met mij. Dames en heren, vrienden van Suripop. Hier is de beschikking waar we zoveel jaren lang. En het is van u. Het wordt een kunst- en cultuurpaleis waarin wij verschillende culturele activiteiten zullen ontplooien. En u bent degene die ons zal ondersteunen. U bent degene, natuurlijk samen met de regering, die voor het geld zal zorgen om het te bouwen. Ja, een hartelijk applaus, dan weet ik dat u nog achter ons staat. Cameron kon zijn geluk niet op, omdat aan de Suripop-organisatie reeds jaren is beloofd dat zij een stuk terrein zal krijgen om haar eigen gebouw en auditorium op te zetten. Cameron beloofde dat Suripop 20 op eigen terrein zal plaatsvinden. Wat ook anders wordt is de jubileumeditie, een singers-songwriters-compositie. Waarom mag ik niet mijn eigen nummer zingen? Waarom mag ik het niet zelf arrangeren? Waarom blijft het allemaal zo gescheiden? En we willen daarmee de mensen die dat hebben gezegd de afgelopen jaren tegemoetkomen. En daarom eigenlijk ook multi-talented young people ontdekken en de gelegenheid geven om zich te ontplooien. De competitie gaat er ook een beetje anders uitzien. Het is namelijk zo dat er ook een voorselectie zal zijn, maar dan wordt er op verschillende locaties door poolvorming finalisten bepaald die dan in één grote finale show elkaar tegenkomen. Odette Miranda die zaterdagavond de presentatie deed van het 19e Suripop Festival. Debutant Safira Spong werd winnaar met Yukor Miati.